Breda Nu. Je weet het meteen. Op zaterdag 7 oktober was het open dag bij Dierenopvangcentrum Breda. Op deze dag waren er vele activiteiten, zoals een loterij, lezingen over huisdiergedrag en demonstraties met honden. Ook waren er verschillende asieldieren te zien die nog een fijn thuis zoeken. De mensen kunnen eigenlijk van alles verwachten. Zo is er voor de kinderen heel veel te doen. Je kunt denken aan knutselen. Je kunt denken om even een kijkje te nemen bij de dierenambulance. Daar kun je ook een hele leuke kleurplaat kopen. Je kunt met je knuffelbeest langs de dierenarts om hem te laten genezen. Eventueel een pootje te laten zetten. Je weet het allemaal niet. Even een kijkje nemen bij de katten. Dus eigenlijk allerlei hele leuke dingen zijn er. Wij vervoeren echt bijna alle soorten dieren. Ja, en het is leuke dingen, zijn minder leuke dingen. Je maakt leuke mensen mee, je maakt minder leuke mensen mee. We vervoeren honden, katten, zwanen, eenden, muizen. Je kunt het niet zo opnoemen wat wij allemaal vervoeren. En we doen ook honden halen, honden die vermist zijn, honden die gewond zijn. Katten die rondzwerven, gaan we kijken dat die gechipt zijn. En er zijn echt ontzettende leuke dingen. Vogeltjes die weggevlogen zijn. En die hebben ze gevangen, die nemen we mee. Maar ook babymuisjes, babykonijnen. Vorig weekend was de singelloop. En ik begreep dat jullie, daar hebben nogal wat mensen meegelopen voor de dierenopvang. En ik begrijp dat jullie nogal wat geld opgehaald hebben voor ons. Ik moet erbij zeggen dat ik namens mezelf spreek. Dus ik heb de opbrengst is echt puur vanuit mezelf. Okay. Het is een bescheiden bedrag, denk ik. Maar voor één persoon toch aardig. En ik wil het heel graag doneren aan het dierenasiel. Nou, hartelijk dank. Wil je het zien? Ja, graag. Ik ben benieuwd. Oké, daar komt hij dan. Ja. Dat is meer dan een bescheiden bedrag voor één persoon, moet ik zeggen. Keihard voorgerend, zoals je hier ook ziet staan. Alsjeblieft. Helemaal ook eigen gemaakte check. Kijk eens aan, dankjewel. Mogen we hebben. Ja, geweldig, dank je. Ja, ik hoop dat je goede dingen en mooie dingen van kunt doen. Nou, dat komt zeker van pas voor de dieren. Dus dat en, helemaal goed. Opnieuw. Dankjewel. Alsjeblieft. Breda Nu. Je weet het meteen.